Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. In deze video best wel belangrijk nieuws. Want ik val meteen maar met de deur in huis. Het vuurwerkkanaal Pydelsfeers bestaat niet meer. Tenminste, een vuurwerkkanaal met de naam Pydelsfeers. Het vuurwerkkanaal gaat verder onder een andere naam. En dat kunnen jullie hier uiteraard al zien. Vuurwerk Nederland. En nu hoor ik jullie denken, waarom een naamsverandering? Nou, ik zal eerst even vertellen hoe ik aan de naam Pydelsfeers ben gekomen. Het was begin 2018, eind 2017 eigenlijk al, dat ik dacht over een naamsverandering. Mijn kanaal heette toen Random Daniel Fireworks. Beetje een willekeurige naam. En toen dacht ik van, ik wil eigenlijk wat korters, iets unieks. En toen kwam ik uit op Pydelsfeers. En dat heb ik eigenlijk bedacht omdat ik toen veel hardstyle luisterde. En je hebt de hardstyle DJ Atmosfeers. En ik dacht van, nou, dat is misschien wel een leuke naam voor een nieuw kanaal. En dan maak ik daar iets met vuurwerk of pyro van. Toen kwam ik op Pydelsfeers. Maar goed, die naam die was toch wel redelijk lastig te schrijven en wel uniek, dus daardoor goed te herkennen. Alleen, mensen konden op die manier niet goed mijn kanaal vinden. Als mensen bijvoorbeeld mij vroegen van, hoe heet je kanaal? Zeg ik, Pydelsfeers. Dan zeggen ze, hoe schrijf je dat? Moet ik het even voor je opschrijven? Nou, allemaal hartstikke onhandig dus. En ik besloot daarom ook om een nieuwe kanaalnaam toch te gaan verzinnen. En daar is dit uitgekomen, Vuurwerk Nederland. Het is echt geen heel unieke naam of creatieve naam, alleen deze is wel makkelijk te herkennen, makkelijk op te zoeken en daardoor kunnen ook nieuwe kijkers mijn kanaal makkelijk vinden. Daarom heb ik dus mijn kanaalnaam veranderd. Het zal voor velen van jullie eventjes wennen zijn, maar ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze naamsverandering en ik hoop dat we ook gewoon dit komend seizoen op deze manier wat nieuwe kijkers kunnen aantrekken. Vergeet vooral niet om gewoon te abonneren als je dat nog niet was. En laat ook weten als je nog vragen of opmerkingen hebt. Dat kan in de reacties onder deze video. Het zal zeker even wennen zijn zoals ik net al zei, maar komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken.